Het is weer showtime. We zijn weer bezig met klussen. Slopen in het huis. En je hoort het al. De tuin gaat er vandaag aan. De kettingzaag staat er aan. Binnen zijn we met ongeveer 9 man bezig. Met volle bak alles eruit slopen wat er nog uit moet. Ik ben bezig met de open haard. Of nou ja, was ooit de open haard. Die ziet er zo uit. Dus die gaan we even helemaal naar buiten doen. Rickert is lekker bezig in de tuin. Helemaal in zijn habitat met dingen slopen. Zo, hoppatee. Deze bomen moeten er helaas uit voor mijn overkapping. Dus dat is super jammer. Maar ja, daar komt een overkapping. Dus er komen nog wel nieuwe bomen terug, maar dat komt later. Het systeem is eruit en nu ga je dus zien, mijn plafond wordt zo meteen zo hoog dat ik er nog maar net bij kan als ik spring. Dus dat is super nice. Nu is het de tijd aan Rick om de vloer eruit te slopen. En we hebben hier bij de open haard stond een beetje zo'n ding vloer. Zo'n ding pak. En wat denk jij dat dit deel, zeg maar 10 centimeter is steen en daarna zit zo'n schuif. Het gaat echt 15 centimeter uit. Lekker, nog meer hoogte. Dus dat betekent dat we nog 7 centimeter ongeveer naar beneden gaan. Dat betekent dus dit plus 7 centimeter. Zo. Kijk, een hoog plafond dan, ouwe. Lekker, man. Oh, jij hebt een fijn maken. En jou de eerste. Dan moet je zo heen en weer halen. Oh, dat is alleen voor... Ja, alleen voor het stop ben ik er. Oh. Nee, ik denk je maakt het gewoon af, weet je. Af, man. Heb ik 6 hernia's voordat ik dat stuk heb gedaan. En zoals jullie hebben gezien is alleen de keuken er nog niet uitgehaald. En dat komt online keukenveilingen doen. Die nemen mijn keuken mee, ze gaan hem veilen. En als het goed is gaan ze ook een nieuwe keuken met mij er terug inzetten. Dat duurt alleen nog even. Maar vandaag komen de jongens hem eruit trekken. En dat duurt ongeveer 2 uur, toch? Ja. Ja. Is dat nog alles heel? Ja, dat proberen we wel. Dat blad wat ik heb is volgens mij heel ruk om los te krijgen, maar dat is nu hun probleem. Dus dat is top. We zijn even de houtcontainer opnieuw aan het indelen, zodat alles er netjes in ligt, zodat we er meer in kunnen. Want elke container die je vult is duur en dat willen we niet, dus ga zoveel mogelijk in één container houden. Nou, het moet helemaal uit elkaar voordat je het hierin... Ja, deze kijk ik echt niet uit elkaar. Ja, dit is de ene. Oh. Ik kom heel snel. Ben je ook? Aan de zijkant zo. Ik zeg niks meer. Goed gedaan, hè? Het is vandaag 33 graden en iedereen zweet zich helemaal de pleuris, maar we zijn wel lekker bezig. De containers zitten bijna vol. Deze gaan we morgen laten legen, zodat we weer nieuwe containers krijgen. Ook krijgen we morgen een groen container, dus dat betekent dat we de hele tuin ook leeg kunnen trekken. Maar wat we nu moeten doen is de vloer. En de vloer is echt het drukste, dus ik ga ook mijn handschoenen pakken. Gaan we die hele vloer er even uitmieteren. De keuken is er ook bijna uit, dus dan is de hele benedenverdieping ook leeg. Er wordt tijd voor opruimen en dan opbouwen. De vloer voor een paar weken. Dat zijn al deze buizen en nog een betongaas eruit halen. Dit gaat de rest van de dag en morgen duren. Zo, en een paar uur later is de keuken er ook helemaal uitgehaald en ze hebben het heel erg netjes opgeleverd. Ze hebben eigenlijk alles afgedopt, dus al het water wat er zit hebben ze afgedokt, voor de rest is eigenlijk alles netjes weggehaald. Ze hebben zelfs mijn tegeltjes weggehaald, hadden ze niet hoeven doen, maar hebben ze wel gedaan. En mijn keuken die gaat nu verkocht worden op de veiling, want wat zij doen, nou ze heet online keukenveilingen vandaar. Ze gaan mijn keuken veilen, hij gaat waarschijnlijk naar een Oostblokland, want daar vinden ze deze keukens nog wel heel erg mooi. Binnenkort ga ik daar ook mijn eigen keuken kopen. Of het op een veiling wordt of dat het via een andere manier wordt, weten we nog niet, want wij hebben best wel specifieke maat. Maar deze is er in ieder geval uit en een nieuwe wordt besteld. Als we hem uitgezocht hebben. We zijn hier met de partij Toppers bezig. We hebben een manier gevonden hoe we de vloer er chill uit kunnen krijgen. Dus zoals je ziet, het gaat al de goede kant op. Dit is het isolatiemateriaal en dit is de betonnen vloer. Zit hier nou ook isolatie nog onder? Nee. Niet dat broodjesvloer. Dat zit hier onder zo, maar dat is een heel dun laagje. Maar dat is ook isolatie? Nee, ja, er zit isolatie onder de plak, zeg maar.
We hebben nog steeds geen kruipluik gevonden. We willen heel graag een kruipruimte vinden, want dan weten we waar alle kabels lopen en leidingen en weet ik veel allemaal, want dat weten we nu nog niet. Maar dit gaat in ieder geval echt de goede kant op. Heel nice. Volle bak weer bezig achter mij, zoals je kan horen, want de vloer is het grootste probleem op dit moment. Dit is een 10 centimeter dikke betonvloer en die moet er helemaal uit, inclusief de ijzermat en inclusief de vloerverwarming. Dus daar zijn ze lekker mee bezig hier achter mij. Het gaat helemaal top en boven zijn ze ook bezig. Namelijk met de curbvloer eruit halen. Ga dit kut. Is het kut? Ja, is heel kut. Ja, is echt kut. Kijk dan, dat doe je zo. Maar dit is nu toevallig best een groot stukje. En dan, ja, dat is dit. Vind jij het nog leuk? Ja. Ja. Oh, jij komt met zware schud. My job for you. We zijn hier al 2 dagen mee bezig en hij komt hier nu pas mee aanzetten. Nou. Is niet leuk, hè? Ja, had alles al gedaan. Gaat beter, hè? Ja, dat gaat beter. Maar waarom kwam je gisteren niet mee toen zij er al mee bezig waren? Nee, ik kreeg een keer brainfart. Je denkt nu opeens van, hé, dit is een goed ideetje. En, Nou, tof dat je er zo laat mee komt. Nou, goed, dankjewel voor je handwerk. En, Nou, dat is echt heel gaaf. Spanning hier. Ja, ja. Maar net had je ook zilverstukken. Oh, dat is best lekker. Oh, nou, doe dat ding maar weg, hoor. Kijk, hier kan je dus zien met hoeveel spijkers dit vast zit. Hierboven ligt hetzelfde als dit. Van de trap afkrijgen wordt ook nog een leuke, denk ik, hè? Met de hand. Met de hand moet dat weer, hè? Ja, het lukt wel ook zo. Oh. Hey, het is wel fijn dat we hier nog steeds onze lampenkap hebben, dat we die even op kunnen hangen. Ja. Lekker bezig, dames. Nu is er al helemaal dood. Ik heb hem. Yeah. Nou, is last van. Jij komt echt het meest zeikend elke dag binnen. Ik heb er last van. Maar we hebben het al 42, hè, dus je wordt al uit. Denk niet, hè? Wat? 42, toch? Ik zei dat niet. Ik zei 35. Nee. 25 wilde je gaan zeggen. Jij zei 42. Ik zou niet durven. Ja, maar het komt door je grijze haren, door alle stress van hier zijn. Nee, dat is stof. En de vloer is er helemaal uit. Althans, hij is helemaal stukjes. We gaan hem er nu uithalen. Alleen hij moest eerst helemaal kapot zijn, zodat we zeg maar, het gaas er tussenuit kunnen trekken. Dan kan het gaas eruit, de vloervorming eruit en dan kunnen we het gewoon opscheppen. Dus nu wordt het een partijtje afvoeren. Ouwe! Zeker, ouwe! Ja, zin in. Oh, hey, ik hoor jou. Hallo. Hey, blaast in mijn oor. We zijn er dus nog steeds niet over uit of we deze dingen terug in het huis willen leggen. Want we willen dus heel graag vloerverwarming. Maar vloerverwarming werkt niet heel goed met een houten vloer. Want een houten vloer isoleert heel erg goed. Dus dat zorgt ervoor dat heel veel warmte naar beneden zijn, maar niet je huis in gaat maar naar beneden. En hout gaat een beetje bewegen door de warmte en zo. Dus we zitten nog steeds een beetje te twijfelen wat wij moeten doen. Of wij wel of niet een vloerverwarming in moeten hebben. Enig punt is, de vloerverwarming moet wel echt over 2 weken waarschijnlijk al gelegd worden. Als het gelegd wordt. Dus we moeten er wel een beetje rekening mee houden, ook of we radiatoren moeten plaatsen hier beneden. Dus in het voorbereidende werk is dat heel erg handig om te weten. Ik zit te twijfelen, oké? Wacht. Ik gooi echt die steen tegen je hoofd. Auw! Auw! Oh, dat is wel echt pijn. Even kijken wat ik kan pakken, hoor. Nee, dat mag niet. Oh! En wij mijn werk, hè? Hoe moet je dat doen? Alleen maar lopen kloten, lol hebben. Hier hangt nog de wc die er ooit zat. Alleen die zit nog gevuld met water. Jongens zijn hier onder deze gaten bezig. Hallo jongens. Hallo. Hallo. Ja, iets verder. Hoi. Goedendag. Goedendag. Hoe is het? Ja, zeer goed. Kijk, ze kan het zo op je hoofd poepen zo. Oh, oh, oh. Dat verdamme. Helemaal op. Weet je wat dat is? Wat is het? Ik dacht, wat doe je dan? Sorry. Dat is ook weer mooi, die is geleegd. Ik moest hem er zo meteen afhalen, alleen is al nog vol met water. Nee. Dag nummer 4 alweer en we gaan weer lekker beginnen. En nou, je ziet hoe de dag moet beginnen met een blikje Red Bull.
Deze gast heeft als ontbijt elke dag Red Bull met pastei di nata. Heb je nog niks gegeten vandaag? Nee, geen tijd om gehad. Hoe ga je niet dood? Ga ik ook. Ja, maar gast, je doet nu echt alsof het 4 uur 's middags is. Het is gewoon 8:30 's ochtends. Ja, daarom. Dat is toch gek? Ja, hij is niet meer zo gewend om te staan slopen, dus hij is een beetje moe. Ik ga nu even het laatste stukje al eruit hakken, want ik kom even mee naar binnen. We hebben ongeveer de hele vloer hier zeg maar, van de woonruimte er al uit. Het keukengedeelte moet er nog uit. Alleen we moeten eerst even wat brokstukken weghalen, zodat dit rek onderuit kan. En dan kunnen we het makkelijk opscheppen. En hier hebben we nog een heel klein stukje wat gehakt moet worden. Die moet er nog even uit. Dus hier ga ik even gehakt van maken. En daarna moet ook nog deze muur eruit, want we gaan de wc vergroten. Dit stukje hoeft alleen maar uit. De rest wordt afgevoerd te worden. En dan zijn we beneden zo goed als klaar volgens mij. Wat moeten we dan voor de rest nog doen? Nou, lopen. En boven? Nou, lopen. En behang. Behang? Spijkers uit de grond? Spijkers, balken kaal maken. Zo, jij slaapt echt, ja, jongen. Ik slaap echt nog. Ik ben echt geen ochtendmens, maar op een of andere manier kan ik hier elke ochtend best wel goed voor opstaan en elke ochtend gewoon een beetje gaan klussen, want ik vind het heel erg leuk. Ismee gaat even de wc eruit. Oh, hier staat een wc voor. Maar niet weg. Ik leef door. Zien is leeg. Nou, weet je wat wij dan lekker mooi doen? Directrice. Is de kort bedoeld? Nee. Werkt het beter dan de kettingzaag? Ja. Dit gaat veel beter, jongen. Niet. Helemaal veilig, maar goed. Gelukkig ben ik ook maar gewoon Boas en geen bouwbedrijf, dus ik hoef maar geen enkele voorwaarden te houden. Heb ik me eigenlijk wel aan veiligheidsvoorschriften te houden, gewoon als persoon zijnde? Nee, toch? Bedrijf zijnde heb je aan veiligheidsvoorschriften te houden, maar ik als persoon zijnde, van wij die aan het kutten zijn, niet. Nee. Gangetje is er bijna uit, de zeepot is eruit, we gaan nu die muur eruit jenken. Maar eerst gaan we kijken of we hier het rek onderuit kunnen halen, zodat we weer kunnen scheppen en wat naar buiten kunnen doen. Deze vloer duurt veel te lang, helemaal kut. Krijg je als jij het doet. Nou, maar jij moet je ook even stukken, want mijn rug doet pijn. Wij hebben een uitvinding gedaan waarvan we dachten dat we hem eerst andersom, dat het niet zo was wat uitgevonden. Maar kijk, ja. Er zit hier als goed is een kruipruimpel. Maar het is geen kruipruimte. Dat betekent ruimte onder het huis. Dat betekent leidingen kunnen daar doorheen. Leidingen zitten daar waarschijnlijk doorheen. Wat betekent dat eigenlijk nog meer? Spaar. Jij wilde het heel graag, maar ik weet niet waarom je het heel graag wilde. Ik weet pas wat het betekent als die echt open is. Dus gaan al het piep van hem ook weghalen? Want het kan ook zijn, ja zeker. Het kan ook zijn dat we alleen een bak en weer gaan janken. Of jij gaat het hele weekend scheppen. Of naar de volkant van het huis. Ja. Joe, denk zelf Piet. Je zit ook nog betonnen vloer onder, hè? Ja, en de fundering. Gewoon onderdoor. Oh, onderdoor. Oké. Goed, in ieder geval, we hebben dus waarschijnlijk een open ruimte eronder. En we snapten niet hoe dit huis in elkaar zit. En we dachten dus dat het volgestort was met zand. Maar hier hebben we nu wel weer een open ruimte. Dus het is een beetje de vraag van, is de open ruimte alleen maar onder de keuken? Of gaat dat nog verder uitstrekken? En dan gaan we zo meteen achterkomen. Ja, hier zit je. Ik zei toch. Standleiding. Op de standleiding. Stand. Filmpje gemaakt. Stand. Hier ligt al zand. Zand, dat betekent dat het waarschijnlijk alleen maar hier, misschien wel helemaal zo erlangs voor die, wat is nou, standleiding? Standleiding. Alleen die erdoor nog open is. En toch wel minder leuk dan je dacht, hè Piet? Kijk eens. Ja. Wat was nou het fijne eraan geweest als er wel helemaal kruipruimte onder zat? Dat alles onder de vloer door kon. En nu moet het over de vloer heen of zo. Ja, uitdaging. Uitdaging, dat is leuk hè, het leven is vol uitdagingen. Houd je scherp. Ja, wij gaan een uitdaging niet uit de weg. Nou ja, het is niet onze uitdaging. Ja, het is onmotiverend ook. Wij gaan de uitdaging niet uit de weg. Nee. Wij wel, om het eigenlijk te doen. Ja, daarom. Zo, volgende dag, nieuwe kansen, nieuwe muur eruit.
De wc-muur gaat eruit. Rick zei dat hij niet dragend was. Ik weet nog niet zo goed als het huis zo erin is, wat is Rick's schuld. Ook zijn de afvalbakken geleegd. Alleen hebben ze een verkeerde afvalbakken geleegd. En een nieuwe teruggeleverd die we niet wilden hebben. Dus dat is een beetje ruk, dus dat moeten we vandaag wel oplossen. Deze eruit, afwerken. En dan zijn we denk ik vandaag zo goed als klaar. Alleen behang boven wordt een ruk klusje. Maar daarvoor hebben we eerst meegenomen. Nee. Ik heb een probleem om dit eruit te frikken, maar nu zit hij vast. Alleen ik heb niet goed kracht voor mijn mond. Nee, daar maak ik niet. Het was 10 uur en ik ga alweer helemaal dood. Hakte echt in, jongens, een week lang tussen. Wel, deze is dus helemaal uit. Dit plafond moet er ook nog helemaal uit. Want we dachten, dit kunnen we laten zitten, want dit is goede hoogte. Maar dit is het dus niet. Dus we gaan dit er ook uithalen. Maar eerst nog dit ding. Weet je hoe dit voelt? Een beetje als het zwart. Ja, King Arthur. Ja. Ah! We zijn niet bezig. Ja. Oh. Nou, kort. Dankjewel. We have a small problem. We had the bulk that has to go away, but it was stuck in here. So when we put it out, this no worky anymore, hè? Dit gat in de muur, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar ja, Rick was er niet, had hij er maar moeten zijn, had hij maar moeten voorkomen. Eigen schuld, Rick, nu moet jij het weer fixen. En ik moet voor betalen waarschijnlijk. Nog meer euro's die in mijn huis moeten! Weer een schilderij ervoor, schat, die muur flikkert om als je de deur hard dichtgooit. Oh, dat is best een goeie. Stel, je hebt er een deur in, je hebt een keer ruzie, je gooit hem hard dicht. Krijg je wel gelijk karma met stenen op je hoofd. Maar ik denk dat hij er ook uit moet. Hou, echt weinig huis meer over. Dan heb je gewoon een hut. Dan hebben we nog 2,5 muur in een volledige verdieping. In plaats van 8. Ik zou gewoon een beetje metselen en dan een beetje stukken. Een beetje muur erop. Komt helemaal goed. Een vangertje eroverheen zit. Ja, behangen toch gewoon. Maar deze deur moet er sowieso uit hoor, dus dit deel hierboven gaat er ook uit. Iedereen staat ook te kijken van wat is er fout gegaan. Wat heb je gedaan? Niks. We hebben nog niks gedaan. Zometeen als Rick binnenloopt, dan is hij te dik en dan stampt hij zo hard. Oh, een scheur erin, ja? Het is zijn schuld. Wat heb je gedaan, gast? Rick? Ja, het is Rick's schuld, oké? Ja? Het is Rick's schuld. Het is inmiddels zondag, maar we zijn klaar met slopen. Alles zit erop, alles wat eruit moet, is eruit als het goed is. De rest, zeg maar, wat nog eventueel eruit gaat, zal aan de mensen die het opbouwen zijn. Want wij weten natuurlijk niet tot hoever we het precies eruit moeten halen. Als je hier rondkijkt, is de vloer weg, het plafond is weg. Kees er wel nog steeds. Helaas. Hier is ook al veel weg. Hier ligt nog wel wat zooi, maar weet nog niet zo goed wat we hiermee gaan doen. Want we zitten nog steeds met het vloerverwarmingsprobleem. Ik had het laatst namelijk geprobeerd een beetje uit te leggen, maar wat het is, wij willen de vloerverwarming, die heb je zeg maar liggen en daarboven willen wij een houten vloer. Dat isoleert best wel goed. Dus dan wil je dat eronder nog beter geïsoleerd is, zodat de warmte wel omhoog gaat. En daar zitten we een beetje mee, want dit is een stenen vloer en daaronder zit gewoon zand. En het isoleert wel, maar niet zo goed als isolatie. Dus heel graag zouden we eigenlijk nog isolatie onder deze vloer willen. Dus dan moet al het zand afgezogen worden en dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus we gaan nog even kijken hoe we dat aan gaan pakken. Maar daarom dat hier nog wel wat zooi ligt, omdat dat waarschijnlijk eruit gaat of niet eruit gaat, dat weten wij nog niet. Boven is het ook helemaal leeg. Dat heeft Nike even net heel mooi voor ons opgeruimd. Alles helemaal gebezen. Nee, trots op jou. Ik was het woord vergeten. Inmiddels is trouwens ook hier de hele wc-muur eruit. En aan boven helemaal kale trap, helemaal kale vloer en helemaal kale verdieping. Dit is nu ook allemaal weg. Zo goed als wat er weg moest. Ook alle vensterbanken zijn weg. Alle platen hierboven zijn weg. Een heel groot deel van de vloer is weg, maar dat was niet helemaal de bedoeling. En zoals hier, dit raam, kan je gewoon nu daardoor naar buiten kijken. Zie je dat? Dus dat moet hopelijk gefixt worden. Misschien moet die nog wat opgetild worden, maar dat laat ik aan de bouwers over. Dit was wat wij moesten doen qua sloopwerk. Even kijken. Volgens mij moest dit piepscherm er ook uit, maar dat laten we lekker aan hun over. En op zolder is ook alles netjes. We gaan deze isolatieplaten waarschijnlijk hier tegenaan doen. Dan wordt het tot en met hier geïsoleerd en dan wordt dit één hele strakke muur. Daar komt natuurlijk de opbouw, dus dat wordt later geïsoleerd. Maar de platen die we beneden uit de vloer hebben gehad, gaan we waarschijnlijk hier tegenaan doen.
dan strak maken, laten stukken en is het helemaal mooi. Ook worden dingen zoals dit worden gewoon helemaal dichtgezet. Dus dit wordt gewoon een, zeg maar, een harde rand als het ware, zonder gaten erin. Hier komt nog een muurtje omhoog, zodat het allemaal mooi afgewerkt is. Maar dat gaan jullie binnenkort zien, want dit was deze video. Het slopen zit erop en we gaan binnenkort beginnen met opbouwen. Dus vind je de verbouwing leuk? Beloon het dan met een duimpje omhoog. En ook kan je zelfs subscriben hier beneden, dan krijg je alle video's van mij te zien in je subbox. En dat was hem dan voor nu en dan zie ik je bij de volgende video. Later!